Goedenavond en welkom bij het RTW Arnhem Nieuws van vrijdag 7 juni. Met daarin onder andere vandaag de lancering van het Arnhemse vastgoedplein, de heidetransplantatie en de Arnhemse modebiennale. In Arnhem komt een heuse natuurtransplantatie. Er verhuist een kwart hectare van het Nationale Park de Hoge Veluwe naar het centrum van Arnhem. Afgelopen woensdag is er een begin gemaakt aan deze heidetransplantatie en vandaag zal de heide er liggen in het Bartokpark tegenover Rozet in Rijnboog. Het stuk heide zal gebruikt worden voor de modebiennale Arnhem. Het is voor het eerst in Nederland dat er een stuk heide getransporteerd wordt naar de binnenstad. Gisteren stond het strandje bij de Rijnkade voor de Rozes bijna onder water. En RTV Arnhem was bij het strand en filmde hoe er werd gewerkt om het water weg te houden. Er staan nu dranghekken en het strand wordt beschermd door een rij zandzakken. Vanaf afgelopen donderdag is er op het vastgoedplein van de gemeente Arnhem het actuele verkoopaanbod van kavels en panden van de gemeente. Het verkoopaanbod is voor onder andere bouwkavels voor de woningbouw en op bedrijfsterreinen, maar ook voor kavels om zelf een huis te bouwen. En ook is er aanbod voor de huur. Voor een gesprek kunt u altijd terecht in het stadskantoor aan de Eusebius Buitensingel nummer 53. Meneer Elfring, vandaag de lancering van het vastgoedplein. Waarom een vastgoedplein in Arnhem? Het vastgoedplein is een centrale plek, zowel in de stad zelf als op internet, waar al het aanbod van de gemeente Arnhem, als het gaat om bouwkavels waar je je eigen droomhuis kan bouwen, als het gaat om panden, bijvoorbeeld oude schoolgebouwen die de gemeente zelf niet meer nodig heeft, die wij te koop zetten, panden die je kan huren, al het aanbod, ook van bedrijfskavels, staat op die plek. Op internet en op het stadskantoor aan een balie. Nou, dat is om het bekend te maken wat wij allemaal aan aanbod hebben. Maar het vastgoedplein is ook meer dan dat. Voor mensen die interesse hebben en een keuze willen maken, die begeleiden wij ook. Als je bijvoorbeeld je eigen droomhuis wil gaan bouwen op een stukje grond van de gemeente Arnhem, dan zorgen wij ook dat alles wat geregeld moet worden, goed geregeld wordt. Dat je één centraal aanspreekpersoon hebt die jou begeleidt van begin tot eind. Waar kunnen de mensen in Arnhem hun droomhuis bouwen? Dat kan op verschillende plekken. Dat kan bijvoorbeeld op Schuitgraaf, als je het mooi vindt om in de Betuwe te wonen, in Nieuwbouwwijk. Dat kan op Gaardhagen. Maar het kan ook bijvoorbeeld in Arnhem-Noord, in Sint Maarten, in de bestaande wijk. Daar hebben we een aantal kavels in een bestaande straat, de Nijhofstraat. En daar kan je je eigen huis bouwen, wat jij mooi en leuk vindt. Natuurlijk wel binnen bepaalde regels, maar daar kan het bijvoorbeeld ook. Wat je ook kan doen is een bestaand pand van de gemeente kopen. En samen met anderen of alleen omvormen tot een woonhuis. Er zijn ook mensen die dat erg leuk vinden om in een wat ouder historisch pand te gaan wonen. U was nogal succesvol de afgelopen dagen met de verkoop van scholen. Valt ook onder de vastgoedplein? Ja, dat klopt. We zijn al eerder begonnen met de aanpak. Ik merkte dat we eigenlijk heel weinig verkochten in het verleden. Toen ben ik gaan nadenken van hoe kan dat nou? Waar ligt dat aan? Nou, het bleek eigenlijk dat we zelf niet eens wisten wat we allemaal te koop hadden. Dat is natuurlijk niet handig. Dat is niet handig, dat is een minpuntje eigenlijk. Dat was inderdaad een minpuntje. Dus ik heb eerst gezegd, we gaan goed inventariseren wat hebben we allemaal. En past ons aanbod ook bij wat de mensen willen. Nou, daar zijn we ook ons aanbod op gaan aanpassen. Meer diversiteit. Niet alleen maar kavels voor mensen met een dikke portemonnee, maar ook kavels voor mensen met een wat minder dikke portemonnee. En we hebben besloten van we gaan ons aanbod ook goed bekend maken. Vandaar ook deze lancering. Er is ook een website geopend. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, dat is vastgoedplein.nl. Dat is makkelijk te onthouden. Daar staat alles op. Wat er te koop is, wat er te huur is en wat je daarvoor moet doen. Van daaruit kun je ook het eerste contact leggen met de mensen die daarbij helpen. Maar er is ook een fysieke plek op het stadskantoor in Bali waar je naartoe kan gaan en waar je het eerste gesprek al kan gaan voeren. Hoe worden de mensen geholpen? Men komt, ik wil een kavel kopen, er moet een vergunning verleend worden. Kunt u heel in het kort vertellen hoe werkt dat?
Nou, we gaan eerst natuurlijk mensen het aanbod laten zien en we vragen de mensen wat wilt u precies. Nou, dan kunnen we daarbij helpen. En op het moment dat mensen zeggen ja, ik wil dat gaan doen, dan zorgen wij voor één contactpersoon. Dat er altijd één iemand is, een vast vertrouwd persoon, die voor alle begeleiding en hulp zorg draagt. Als er dan specifieke wensen zijn, die moeten worden uitgezocht in de gemeentelijke organisatie. Bijvoorbeeld, past het wel binnen het bestemmingsplan? Moet ik daar een vergunning voor aanvragen? Dan zorgt ook die persoon dat de juiste ambtenaren erbij komen zitten en dat het allemaal makkelijk verloopt. We gaan dus niet mensen zelf door de hele gemeentelijke bureaucratie sturen. Dat lossen wij voor hun op. Lady Gaga's vleesjurken, Stuts, 50 tinten grijs. Stiekem houdt iedereen een beetje van fetishism. En daarom zijn wij vandaag bij de 5e editie van de Modebiennale hier in dit nieuwe Rosetgebouw. Hoe ziet MOBA 2013 eruit? We hebben een programma met tentoonstellingen, lezingen, seminars. Een stadsprogramma met een schorte zondag. We hebben een educatief programma. Nou, dat is gewoon ontzettend veel. Vooral veel tentoonstellingen, veel te zien en veel te doen. We hebben Mobile Lab. En Mobile Lab, daar staat eigenlijk de deur een maand lang open om mensen te ontvangen waar workshops te doen zijn. Dus er is ontzettend veel. En waarom is er gekozen voor het thema fetishism? Dat is een keuze van Liedewij. Liedewij is curator van dit project. En zij heeft. Dit was het onderwerp wat haar het meest op dat moment aansprak en waar ze het meest zou willen doen. En het doel van de MOBA was om het voor een breed publiek heel aantrekkelijk te maken. Hoe hebben jullie dat proberen te doen? Dat hebben wij gedaan door te werken in met vier pijlers eigenlijk. Dat is een beetje voor de achtergrond, dus voor ons. Maar wij vinden educatie heel belangrijk. We vinden de stad heel belangrijk. We vinden het podium waar de lezingen en de seminars zijn heel belangrijk. En de hoofdtentoonstelling natuurlijk. Hè? Dus de exposities die er te zien zijn. Die altijd een goed onderdeel zijn geweest van de biennales. Maar ik miste dat soms wel een stukje educatie. Of even net iets meer de diepgang en het voor het hele brede publiek. En dat hebben we opgepakt, dus daar zijn we mee aan de slag gegaan. Want het gebouw is net nieuw. Ik zie nog een paar mensen die aan het schilderen zijn. Hoe hebben jullie dat in zo'n korte tijd voor elkaar gekregen? Heel hard werken met heel veel mensen. En heel veel liefde voor het vak. Want als je dit niet doet met de juiste handen, met de juiste mensen en met de juiste intenties, dan gaat het niet lukken. Dus daar hebben we gewoon heel goed naar gekeken om de juiste mensen op de juiste plekken te hebben. En hoeveel kaarten zijn er al verkocht? We hebben in ieder geval een afspraak met de Bank Giro. Zij hebben van ons al 9000 kaarten gekocht. En die worden verloot aan hun leden. En we hebben er zelf een kleine 2500, 3000 verkocht. Want in 2011 is het een beetje misgegaan. Hoe hebben jullie geprobeerd om dat dit jaar te voorkomen? De eerste keuze is eigenlijk door in de stad te gaan zitten. Door niet een plek te kiezen buiten de stad, buiten het centrum. Dus we zitten gewoon echt in het hartje van Arnhem. Dat is deze plek, maar dat is ook de Eusebiuskerk. Door die keuze te maken heb je al heel veel stappen gezet. Dat is niet alleen maar makkelijk, want het is ook, vind maar eens een goede geschikte locatie in deze binnenstad. Het is niet alleen maar, zoveel keus is daar niet in. Maar het feit dat wij het voor elkaar hebben gekregen met de gemeente, met de bouwer, met alle mensen die hier straks in gaan komen na ons, dat het gelukt is, is natuurlijk gewoon geweldig. Dus die stap hebben we gezet, dat is gelukt. En dan hebben we routing. Dus we gaan met de routingen door de stad, met de vlaggen en de banieren en de kleurtjes en duidelijke websites, duidelijk boekje. We hebben een MOBA mag gemaakt, een prachtig magazine waar alles in staat, waar mensen kunnen kijken. Dus volgens mij hebben we het in ieder geval qua aanbod heel erg weten over te brengen. En waarom is er gekozen om meer samen te werken met bedrijven en sponsors? Nou, sponsors hebben we natuurlijk sowieso nodig. Sponsors hebben we nodig om onze financiën rond te krijgen en om het support vanuit deze stad te krijgen. En we werken natuurlijk heel graag met bedrijven samen. Kijk, bijvoorbeeld we werken met kunstbedrijven samen. Kunstbedrijven en onze poot van educatie, dat is een nauwe samenwerking. En dat is natuurlijk, het kunstbedrijf heeft de paden al gelopen. En waarom zouden wij opnieuw paden gaan ontwikkelen? Dus ik heb er steeds vanaf het begin voor gekozen dat wat er is in deze stad, daar maken we gebruik van. En dat gaan we inzetten op een hele goede manier. En dat doen we met de hand, dat doen we met Artest, dat doen we met Rijn-IJssel College. Dus heel veel partijen die de wandeling al kennen. En dat is natuurlijk heel efficiënt. Als je zo'n korte tijd iets moet organiseren als wat wij nu aan het doen zijn. Dus dat. Het budget is wel iets kleiner dan vorig jaar. Is het niet heel lastig om daarmee zo'n groot evenement te organiseren dan? Ja, dat is heel lastig. Dat is lastig in die zin. En kijk, met de ambities van Liedewij, die zijn natuurlijk hoog en terecht. En dat willen wij ook.
Maar dat vraagt om heel veel creativiteit en de juiste keuzes maken. En volgens mij hebben we dat wel goed gedaan. Denkt u dat het goed komt zondag? Ja, het komt helemaal goed. Ja, ja, absoluut. Meneer, kunt u uitleggen waarom er is gekozen voor het thema fetishism? Dat is natuurlijk een keuze van Liedewij geweest. We hebben Liedewij een paar jaar geleden gevraagd of zij curator wilde worden van de modebiennale. En eigenlijk kwam ze al heel snel met het idee van fetishisme, omdat het een ding is wat op het moment heel erg speelt. En waar je ook heel veel aan op kunt hangen. En wat vooral ook in de mode speelt. Het heeft een soort versnelling gekregen wereldwijd door het boek 50 tinten grijs. Hoe oppervlakkig en raar ook. Maar daardoor is het wel heel beschikbaar als idee geworden in heel veel huiskamers. En zijn mensen daar ook meer over na gaan denken en meer in geïnteresseerd geraakt. Dus Liedewij heeft dat opgepakt als thema. En daar ook de hele tentoonstelling MOBA 13 omheen gebouwd. Ja. Want fetishism, wat houdt het nou precies in? Ja, heel veel mensen denken gelijk alleen maar aan een seksuele obsessie. Maar het betekent eigenlijk een obsessie in het algemeen. Dus het kan iets zijn dat mensen helemaal totaal een fetish hebben naar schoenen. Maar dat hoeft niet per se een seksuele interesse te zijn of een seksuele kick die mensen daarvan krijgen. Die lading kan het hebben. Maar het is vooral ook dat mensen helemaal iets tot in het absurde, tot in het obsessieve willen beleven of willen verzamelen of uit willen zoeken of willen zijn. Dus dat is eigenlijk, het heeft meer met een obsessief gedrag te maken. Verzamelwoede of wat dan ook dan alleen maar die connatie met seksualiteit. En dan kan ik me voorstellen dat niet elke ontwerper aan bij dit fetishism thema past, omdat het gewoon simpelweg te saai is, toch? Nee, dat was wel grappig wat Liedewij net zei in haar openingswoord. Dat de luxe modehuizen waren eigenlijk deze keer moeilijk in te bouwen in de expositie. Omdat ze, zoals Liedewij het ook vertelde, een beetje aan de saaie kant zijn op dit moment. En ze heeft juist gezocht in het vernieuwende. Dus kwam ze ook terecht bij jonge ontwerpers wereldwijd. Die dit ding opgepakt hebben. Ze zijn vaak werken ze met lokale materialen of lokale ideeën. Dat kan dan zijn folklore of het kan zijn mandenmakers of noem het erop. Dingen die in de buurt gemaakt worden van die ontwerpen. En dat komt natuurlijk ook omdat we in een internet, in een digitale wereld leven. Waardoor het veel gemakkelijker is geworden om verbindingen te maken via gewoon Facebook of via internet. Waardoor mensen zich ook weer wat sterker gaan voelen in hun eigen omgeving of hun eigen omgeving. De vertrouwde omgeving ook wat meer zijn op gaan waarderen. Waardoor je dus eigenlijk fetish krijgt vanuit je eigen omgeving. Die je heel makkelijk kunt communiceren via Facebook en via internet. Want u bent van de People of Labyrinth. Ja. Waarom past u wel in dit onderwerp? Ja, wij Liedewij kennen wel 30 jaar. Zij was onze gecommitteerde op de academie toen we afstudeerden. En zij heeft ons altijd een beetje gevolgd. En wij zijn ook echt verzamelaars. En wij gebruiken in onze collectie, in onze prints, in onze kleuren. Werken wij ook heel veel vanuit de antropologie van de religies. Dus wij gebruiken veel symbolen, veel ideeën die we dan omzetten in kleur en in print in onze collectie. Dus vandaar vond zij het leuk, omdat ze ook gekozen heeft voor duo-curatoren. Dus deelcuratoren heeft ze gekozen uit duo's die allemaal afgestudeerd zijn hier aan de Academie in Arnhem. Zoals waar we nu staan in deze schoenen-expositie. Die is gemaakt door Marlie Witteveen en Marijke Brugink. Ook twee oud-studenten van de academie. En Ravage heeft een hele mooie tentoonstelling gemaakt in Huis Siependaal. En dat heeft dan weer te maken met fetish om mannenkleding. Dandy eigenlijk. En ook een duo wat hier gestudeerd heeft aan de academie in Arnhem. Victor en Rolf en zo. Er zijn wel meer duo's die hier in Arnhem natuurlijk in al die jaren zijn afgestudeerd. En omdat zij ook een student is van deze academie van Arnhem. Hebben we in de 60 jaar dat nu de afdeling bestaat, hebben we ook een thema, heeft ze gemaakt of heeft Liedewij met ons gemaakt om Ellie Lamaker heen. En dat is weer te zien. Er zijn 6 academies uitgenodigd van over de hele wereld, de topacademies. En die laten weer 10 van hun studenten zien in een expositie die we noemen Hooray. En dus een heleboel te zien en een heleboel leuke dingen voor mensen om te volgen. Maar de duo-curatoren of de deelcuratoren zijn dus gekozen omdat Liedewij dat weer aan wilde haken op die 60 jaar geschiedenis van de academie, van de afdeling. Ja. Dus het gaat ook echt om het educatieve en om de jonge talenten? Het is een heel groot educatief programma, sowieso ook, nog naast de hoofdtentoonstelling. En Liedewij heeft echt gekozen om ook in de historie van de student te graven. De oud-student, maar ook de nieuwe student, die hier ook heel groot vertegenwoordigd is,
in de expositie. Gaat het nou ook echt om draagbaarheid vandaag? Totaal niet. Het gaat juist om het willen en kunnen inspireren van zowel gewoon de bezoeker als de vakmeneer of mevrouw die eventueel heel geïnspireerd het gebouw verlaat en in haar eigen collectie of zijn eigen collectie elementen of inspiratie mee kan nemen om weer tot nieuwe vormen of nieuwe ideeën in een wat afgezwakte vorm te komen. Wat vindt u van de sfeer van de Modebiennale? Nou, wat ik heel goed vind is dat het weer in het hart van de stad is. Het prachtige kennisklussen waar we nu dan staan. Het hart van de stad. Ieder raam wat je naar buiten kijkt, zie je wel een icoon. Of je ziet de kerk, of de Frosbrug, of oude gebouwen. Ik zag ook de Janskerk en zo. Het is prachtig. Dus het is echt in het hart van de stad. Dus ik kan me ook voorstellen dat de echte Arnhemmer, nu ook en ook de omgeving natuurlijk, nu echt zin krijgt om deze expositie te bezoeken. Vorige keer hebben we het probleem natuurlijk gehad dat het nogal ver uit de stad plaats greep allemaal. Maar we merken nu al vandaag het NRC met een spread en de Volkskrant met een heel groot artikel. Folk komt uit met 8 pagina's voor volgende maand. We merken nu al dat er een enorme drive en een enorm elan is om hier naartoe te willen komen. Er zijn meer dan 100 journalisten vandaag, dus het is een goed begin in ieder geval. Alexander Pechtold brengt vandaag een werkbezoek aan zijn adoptiewijk Klarendal. En hiervan is Pechtold al sinds 2007 ambassadeur. Pechtold is benieuwd naar de ontwikkeling van het multifunctioneel centrum dat dit jaar open zal gaan. Waarom bezoekt u vandaag de wijk Klarendal? Een jaar of 5, 6 denk ik nu ben ik betrokken als Kamerlid met deze wijk in Arnhem. Dat is ooit eens begonnen met een verzoek van hun. Van, zou je niet als Kamerlid ook wat meer willen zien hoe het in het land, in een wijk is? En aangezien ik in Wageningen woon, dacht ik, nou dan is Klarendal een leuke keuze. En ik kom zo 1, 2 keer per jaar in de wijk. Jullie noemen dat een adoptiewijk. Waar letten jullie dan vooral op als jullie zo'n wijk bezoeken? Het is eigenlijk adoptie over en weer. Want ik adopteer de wijk en kan dingen die in de wijk zich afspelen ook vertalen naar Den Haag. Dus als hier problemen zijn en ik denk, nou dat is niet alleen uniek voor Klarendal, dan vraag ik een minister, wat doen we eraan? En aan de andere kant leer ik natuurlijk ook weer heel veel van de wijk. Dus het is een beetje op en neer. En wat heeft u vandaag allemaal bezocht? Nou, ik loop hier ieder jaar 1 of 2 keer rond. En wat ik het leuke vind is dat je, nou ja, het is nu ook prachtig weer, maar dat je echt vooruitgang ziet. Je ziet het aan de huizen, je ziet het aan de straat, je ziet het aan het groen. Maar je ziet het vooral ook aan de bedrijvigheid. Wat mij opvalt is dat in heel veel wijken in Nederland er leegstand is. Veel lege winkels. En hier, natuurlijk het modekwartier, maar inmiddels ook veel meer, draait fantastisch. Ja, u heeft ook het multifunctioneel centrum bezocht. Hoe staat het daarmee met de ontwikkeling? Nou, je ziet dat natuurlijk de crisis en bezuinigingen vanuit Den Haag, maar ook vanuit het gemeentehuis, dat die er wel beginnen in te hakken. Hè? En dat is voor de komende jaren ook wel zorgelijk. Maar ik denk dat Klarendal echt de afgelopen jaren enorm heeft geïnvesteerd. De betrokkenheid van de bewoners is denk ik essentieel geweest. Want als de bewoners zelf achter de voordeur blijven zitten, ja, dan gebeurt er niks. Maar hier hebben ze echt meegeholpen. En de bouwspeelplaats De Leuke Linde, die heeft u ook bezocht. En daar heeft u ook een particulier fonds voor opgezet. Waarom heeft u dat gedaan? Ja, ik kwam een keer op de speelplaats en er waren zulke enthousiaste vrijwilligers. En toen zeiden ze, we willen eigenlijk nog wat vernieuwen. We willen het hek doen, we willen nieuw asfalt bij de ingang. En toen zei ik, nou, ik ken toevallig een particulier fonds. Ik zal eens kijken of we daar wat geld voor kunnen regelen. En het is gelukt en het ziet er nu prachtig uit. En hoe belangrijk vindt u het wijksteunpunt van de politie hier in Klarendal? Ja, ik maak me zorgen over de aanwezigheid van de politie. Je ziet dat gemeente en politie delen nou zo'n winkel en ik kom er ieder jaar. Maar ieder jaar hoor ik, het is weer niet helemaal zeker hoe de bemensing is en of het wel blijft zitten. Terwijl ik denk dat het hartstikke goed is dat burgers gewoon direct aan een balie kunnen vertellen tegen de gemeente en de politie wat ze aan overlast hebben of aan ideeën hebben. Dus dat moet, ja, zoiets moet wel blijven. En u heeft ook koffie gedronken bij Oogst. Hoe was dat? Ja, je ziet er allemaal leuke initiatieven. Mensen die zelf van alles maken en dat ook weer verkopen. Het is ook meer dan dat modekwartier. Want dat mode kan ik me goed voorstellen, dat vinden heel veel mensen van buiten leuk. Maar voor de wijk is het belangrijk dat er ook echt gewoon wijkeconomie is. Dat er een slager en een bakker, en dat zie je hier ook, gewoon zijn in de wijk. En zou u nog wat veranderd willen zien hier in deze wijk? Nou, deze wijk moet er trots op zijn wat er de afgelopen jaren is gebeurd. En ik denk vooral dat de bewoners betrokken moeten blijven en moeten zorgen dat ze de leefbaarheid die nu denk ik echt stappen vooruit is gegaan, dat ze die ook zo houden. Dus de weg omhoog vasthouden. En wanneer is uw volgende bezoek weer?
Ik probeer het altijd 1 of 2 keer per jaar. Dus of in het najaar en anders weer volgend jaar. Ik heb hier ook wel eens geglibberd door de sneeuw. En nu was het prachtig weer. De eerste en de tweede verdieping van Warenhuis de Bijenkorf staan in het teken van de Spaanse expositie Fashion Art van ontwerper Manuel Fernandez. Deze expositie is in samenwerking met Alicia Winters Galleria tot stand gekomen. De expositie wordt vandaag officieel geopend door de Spaanse ambassadeur in Nederland en ontwerper Manuel Fernandez. Mevrouw, u bent net heel feestelijk onthaald hier. Wat werd hier vandaag aan de Bijenkorf gepresenteerd? Dat is een onderdeel van een expositie Synergie, Sinergia Arte y Moda. Dat heet het. We hebben alleen maar Spaanse kunstenaars namelijk. En we kwamen natuurlijk op het idee om iets met de modebiennale te doen. We waren gevraagd door Lidewij Edelkoort, door de organisatie van de MOBA, om foto's te exposeren van Diana Blok. En toen dachten we, ja, we moeten er nog iets omheen doen, want hè, we hebben een link met Spanje. En toen kwamen we dit project op het spoor in februari op de Arco Madrid. En we waren mezelf meteen helemaal ondersteboven van het is geweldig. En toen bleek het ook nog eens een reizende tentoonstelling te zijn die door verschillende steden reist, ook in Zuid-Amerika. En Manuel Fernandez heeft dit eigenlijk ontworpen en daarbij had hij 3 doelen. Nou is ons Spaans niet heel goed, maar kunt u uitleggen wat het precies was? Dat zijn die 3 doelen dus om de kunst een nieuwe drager te geven, wat hij zei. Want zoiets, ja, het is eigenlijk een kledingschilderij geworden. Dus hij promoot de mode op een andere manier. Mode ontwerpen, ja, dat is natuurlijk ook een ding. Maar mode en kunst in 1 project. En dus de kunstenaar krijgt een nieuwe drager. Als je zou kunnen zeggen, hij is de hanger en de kunstenaar hangt het eraan op. En hij maakt het ontwerp. En het 3e doel is dan dat sociale doel om die vrouwen dus op die manier de jurken te laten maken. En op die manier met mode en beeldende kunst. Want ze krijgen ook beeldende kunstopleidingen. Die geeft hij dus zelf ook. En ook dus patroontekenen, ontwerpen. Hij heeft heel veel teams in Zuid-Amerika en in Spanje. Die dus, waar die vrouwen dan komen en dat is dat sociale doel. En hoe bent u erbij gekomen om dit in de Bijenkorf te gaan doen? Nou, dat is heel erg toevallig geworden. Wij hadden dit dus in februari waren we op een bezoek op de kunstbeurzen in Madrid. Dat is heel bekend in februari. En daar gingen we eigenlijk op zoek naar nieuwe kunstenaars gewoon voor de eigen galerie. En toen zagen we dit project stond daar ook in de expositie. En we kwamen met hem aan de praat, we spraken hem daar. En toen bleek het dus een reizende tentoonstelling te zijn. En we waren net daarvoor gevraagd met die foto van de modebiennale. Dus toen dachten we, ja, 1 en 1 is 2. Tot wanneer is dit te bewonderen in de Bijenkorf? Het is tot en met 21 juli, dus dat is op zondag. En dat is de laatste dag. En de volgende dag wordt er alles weer ingepakt en gaat het terug naar Spanje. En dan nog het weer. De zon is deze hele week al heerlijk aan het schijnen in Nederland. En ook vandaag was het een mooie dag met een temperatuur van 23 tot 26 graden. Het weekend ziet er ook goed uit. Op de zaterdag schijnt de zon volop en wordt het ongeveer 21 graden. En de zondag, dat heeft wat wolkenvelden, maar alsnog een zomerstemperatuurtje van zo'n 20 graden. We wensen u nog een heel fijn weekend en graag tot maandag.